Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Vandaag een dag met veel bewolking, van tijd tot tijd regen en ook flink wat wind. Dat had alles te maken met een laag drukgebied in onze omgeving. Dat laag drukgebied ligt in de buurt van Schotland en Ierland en eh, zorgt voor aanvoer van zeer eh, vochtige lucht vanaf de oceaan. Nederland had dan ook te maken met veel bewolking vandaag. Van tijd tot tijd regen of motregen. Echt slechts zeer sporadisch een enkele opklaring. Die regen en motregen trok overigens hoofdzakelijk over de Zuidelijke helft van ons land. In het noorden viel het met de neerslag allemaal wel mee. En heel voorzichtig zien we die neerslag zich ook wat meer in oostelijke richting verplaatsen. En dat betekent dat het geleidelijk aan de komende uren op steeds meer plaatsen droog moet gaan worden. Maar als laatste gebeurt dat dan pas in Limburg. Misschien hier en daar ook nog wel een enkel buitje in het noorden. Daar komen vanavond wat opklaringen voor. Vanavond temperaturen rond de 19 of 20 graden. In de nacht dalend naar zo'n 15, 16 graden langs de kustengraad of 17. Mogelijk een buitje in het noordwestelijk kustgebied. De laatste spetters regen en motregen verlaten in de loop van de nacht het zuidoosten van het land. Dan gaan we naar morgen. En dan hebben we te maken met van tijd tot tijd de zon. Die schijnt met name in de middag. Er kan nog wel een enkele bui vallen. Eerst vooral in de kustgebieden, later juist meer in het binnenland. Temperaturen van 20 of 21 graden, en een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Dan gaan we naar de vrijdag en dan verandert het weer nog niet echt, hoewel de temperatuur een graadje wint. Kans op neerslag wordt wat kleiner en de zon krijgt een groter aandeel. De zon doet goede zaken in het weekeinde. Zaterdag misschien nog een bui in het noordoosten van het land. Maar zondag is het droog en dan wordt het in het binnenland op veel plaatsen 25 graden. Houden we dat vol is de vraag. Het antwoord is. Zeer onzeker. Want vanaf maandag zie je het grijze gebied groter worden. betekent dat de onzekerheid in de verwachting ook groot is. En als we echt eerlijk zijn, zien we toch ook wel een licht dalende tendens. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.